welkom op de podcast Straffe Verhalen van Yuki. Hier verwelkomen we indrukwekkende ondernemers en ondersteunende boekhouders die hun unieke verhalen komen vertellen. Wij zijn Nadia en Jana van 50 Koffies. Hallo iedereen, een nieuw strafverhaal in de Yuki Studio. En deze keer uit de wereld van de bouw. We zitten hier vandaag met Andy van Plus Construct en met zijn boekhoudster Sarah van Makers. Ja, en zij zijn het voorbeeld dat een boekhoudkantoor kan helpen bij het optimaliseren en digitaliseren van bedrijfsprocessen. En dat is wat er hier gebeurd is. En wij zijn enorm benieuwd om te luisteren naar hun strafverhaal. Welkom, Andy. Welkom. Hoi, goedemiddag. We hebben bij 50 Koffies altijd een lievelingsvraag die wij stellen aan onze gasten. En dat is, drinken jullie graag koffie? En als dat een ja is, hoe drinken jullie koffie graag? Ik drink heel graag koffie. Liefst zwart, zoals je ziet. Of ja, soms ook wel met melk en suiker, maar dat is mijn lievelingskoffie. Gewoon zwart? Ja. Veel melk, veel suiker. We hoorden er straks al latte macchiato. Ja, klopt. Zwarte koffie, niet aan mij besteed. En een gewone koffie, niet aan mij besteed. Maar zo'n latte macchiato, een cappuccino, ja, dat kan erin. Oké, kijk. En leggen jullie zichzelf een soort van limiet op van het aantal koffies die jullie drinken op een dag? Ik drink heel veel koffie. Ik zou mij misschien af en toe een limiet moeten opleggen wat dat betreft. Maar ja, ik drink het gewoon graag. Ik ben ook niet zo iemand die niet kan slapen als ik s'avonds nog koffie drink bijvoorbeeld. Dus daar heb ik geen last van. En wat is veel? Is dat 5? Is dat 10 koppen op een dag? Meer. Oeh, 10? Ja. Op een werkdag sowieso, dan drink ik eigenlijk geen frisdrank, ik drink eigenlijk alleen maar koffie. Oké, dat is al pittig, hè? Ja, dat is lekker. Ik ben het gewoon. Heerlijk, wij zijn er helemaal mee eens. Voilà, wat je zegt, dat is goed voor jullie. Ja. Oké, Andy, we gaan met jou beginnen. Je hebt een bouwbedrijf, Plus Construct. Ik heb heel wat foto's gezien op jullie website van sites, maar vertel misschien iets zelf wat jullie juist doen. Zoals je al zelf zegt, we zijn een bouwbedrijf, een aannemersbedrijf en wij doen voornamelijk industriebouw, retail, winkels zetten bijvoorbeeld. En onze specialiteit is daarin toch wel staalbouw. We doen ook andere realisaties, maar dat is zo'n beetje onze core business eigenlijk. Oké, en staalbouw, daar moet je mij een beetje bij uitleggen, want daar weet ik niets van. Is dat dan constructies leggen? Dat is echt de constructie op zich zetten uiteindelijk. Want een gebouw heeft natuurlijk een fundering nodig en iets waar dat alles aan vasthangt. En dat is de staalconstructie. Dus dat is echt onze core business. Dat kan ook in beton en andere mogelijkheden, maar bij ons is het voornamelijk staal. Die dan bekleed worden met sandwichpanelen of betonpanelen, afhankelijk van wat de klant wil. Oké. En ben je er al lang mee bezig of is dat iets nieuws? Mijn baas heeft het bedrijf in 2018 opgericht. Wij werken allemaal in ons team al veel langer in de bouw. Onze baas Erik Wille heeft dan ook al meer dan 10 jaar ervaring in de bouw. En vond het dan zelf nodig om zelf een bedrijf op te starten. Omdat hij zoiets had van, dat kunnen wij ook. Hebben we dat nodig om te doen? Ja, nee, als je weet waar je het over hebt en hoe het allemaal kan en hoe het moet en je kunt het goed, waarom niet uiteindelijk? Dus we zijn daar toen in 2018 mee gestart. In de loop van 2019 ben ik er zelf bijgekomen en ons bedrijf blijft eigenlijk gewoon groeien. Oké. Eigenlijk 2 jaar geleden, hè? Dus 2 jaar geleden. Ik ben, eind 2018? Ja. Ja. Dat is 2 jaar geleden. Gaat sneller. Ja. Klein. Nu. Ali, de bouwwereld, is dat een wereld die ook digitaal kan zijn? Ja en nee. Uiteindelijk kun je geen gebouwen neerzetten op een digitale manier. Daar heb je mensen van nodig. Monteurs kunnen niet op een digitale manier werken. Projectleiders kunnen het voor een gedeelte wel. Nu, ze moeten uiteindelijk ook wel eens op een bouw gaan kijken van wat zijn de vorderingen. Is er iets wat aangepast moet worden? Ja, dan moet je echt voor ter plekke gaan uiteindelijk. Dat kun je niet digitaal doen. Werkoverleg kan dan weer wel digitaal. Administratie kan ook digitaal. Dus daar zijn wel mogelijkheden voor. Maar het gebouw hechtzet op zich, ja, dat helaas dus nog niet. Inderdaad. Maar jullie hebben nu toch wel een beetje een digitale switch gemaakt, hè, met jullie bedrijf. Inderdaad. Zeker, ja. Door de crisis, het beetje van moeten? Ja, inderdaad. Dat was wel even wennen in het begin natuurlijk. Alles gaat uiteindelijk. Je moet een beetje creatief daarin zijn. En ook, vooral het moeilijkste daarin was gewoon de mindset uiteindelijk. Je bent gewoon van, we zijn heel erg team bijvoorbeeld. Dus werkoverleg, we hebben 1 grote open ruimte waar we samen zitten. Dus er is een heel directe communicatie. Er is constant overleg onder elkaar. En dat gaat dan niet meer uiteindelijk. Dus dat is gewoon even de knop omdraaien en denken van, goh,
hoe gaan we dat dan aanpakken? Heel veel dingen kunnen digitaal, administratie, webmeetings, telefoon, mailverkeer. Dat zijn dingen waar je dan aan moet overschakelen uiteraard. Maar dat is even wennen. Dan begint zeker als je dat al jaren niet gewoon bent natuurlijk. Ja, dus mindset was er wel effectief de grootste struikelblok. Voor ons eigenlijk wel, ja. Want alles om digitaal te werken was eigenlijk al aanwezig. En ik denk dat dat in heel veel sectoren zo was. De bouw is daar niet uitzonderlijk in. Bouwcultuur heeft nu eenmaal heel veel overleg. Mm-hmm. Dat is historisch zo gegroeid uiteindelijk. Hè? Denk al maar waar het begint, een werfkeet waar de tafels en stoelen in staan. Over Absoluut. Het algemeen, dat wordt standaard bij de meeste bouwwerven voorzien. Dat werkt nu even niet meer zo, dankzij mm-hmm. corona. En dan kan je daar ook over nadenken, van was dat daarvoor dan eigenlijk wel nodig? Dat is iets wat daarin sluipt, dat wordt een gewoonte. En een gewoonte moet je dan afleren. Dat is zo. En is echt die digitale transformatie gekomen tijdens de coronacrisis of was dat iets daarvoor? Nee, het Yuki-verhaal was daarvoor al geïntroduceerd. Dat heeft ons er wel toe aangezet om samen met Sarah te gaan bekijken van hoe kunnen we een software hebben waar dat wij ook onze algemene administratie in kwijt kunnen. Dus niet alleen de boekhouding, maar ook het aanmaken van contracten, offertes aanmaken en dergelijke op een plaats waar dat iedereen aan kan, waar iedereen dezelfde informatie uit kan halen en of kan instoppen. En dat hebben we dan samen met Sarah bekeken van welke partners kunnen dan met Yuki overweg en wat kan geïmplementeerd worden daarin. En die stappen hebben we dan wel ondernomen om te kijken van hoe kunnen we dat dan een beetje implementeren en ook wat in geheel krijgen. Ja, hè? Inderdaad. Want hoe werkt dat dan, Sarah? Jullie bedrijven waarvoor jullie werken, helpen jullie met digitalisering? Meestal moeten we wel zeggen, je begint met Yuki. Dat is meestal toch wel het startpunt. Okay. Mensen beginnen met Yuki. Eigenlijk eerst de vraag van, goh, dat boekhouden, het is toch wel, is er iets vlotters? Want normaal, de mensen komen dan met hun kaftjes binnen. 1 keer in de 3 maanden, meestal. Soms per maand, meestal 1 keer in de 3 maanden. Wij merken dat heel veel mensen die deadline toe, zo op het einde van die 3 maanden, moeten in actie schieten. Hun facturenbeheer moeten liggen zoeken, binnenbrengen, kaft, kantoren toe. Een hele romslomp. Goed, dan wordt vaak die overstap gemaakt naar Yuki. Dan is dat toch van, dat is eigenlijk toch wel gemakkelijk. Want inscannen, het zit erin, je kunt erop zoeken. Het is allemaal raadpleegbaar. We hoeven niet meer per se elke 3 maanden naar Pre of Centruiden of Wellen te komen. Waar het ook, dat maakt op zich niet uit. En vaak is het dan zo van, eigenlijk zou het toch ook wel makkelijk zijn als mijn planning zo digitaal kan. Of ik zit eigenlijk toch nog veel met een bureau om mijn offertes met de hand uit te schrijven. Of zo van die dingen, of mijn personeel zijn op de werf, of bij de tuinaanleg, zijn tuinen bezig. Het zou toch ook wel fijn zijn als we eigenlijk die gebruikte materialen onmiddellijk kunnen registreren. Mensen, en dat is ook ergens, dat merk ik heel goed, heel veel mensen zijn eerst vrij terughoudend aan het heel digitaal gebeuren. Maar vanaf het moment dat ze het al zo proeven van, dat is toch wel fijn en dat gaat vlot. Dan wordt vaak toch die stap gemaakt van, ik wil ook mijn agenda's en mijn planning en mijn voorraadbeheer. En dan gaan we inderdaad kijken van, goed, waar hebben wij goede ervaringen van? Waar hebben wij positieve feedback van? Want wij horen dat ook wel regelmatig. En dan gaan we kijken van, ligt dat die klant? Ligt dat niet? Demo's aanvragen, is wat afwegen. Ook vaak dat wij de leverancier zelf eerst op kantoor zien, voor we die dan toch wel aanraden aan klanten. Dus dat is een beetje proberen maatwerk te doen. Plus, we hebben ook een team binnen Makers. Wij noemen dat het D-team, de D van digitaliteit. Het team wat ook echt wel heel veel bezig is met echt software te bekijken. Kassasystemen bijvoorbeeld. Alsof een die ding. Dus we zijn daar eigenlijk toch wel veel mee bezig. Maar heel mooi vind ik dat. En mag je daar even op inzoomen? Van wat maakt nu... Want je zegt net, mensen moeten niet meer met een kaftje komen. En om de 3 maanden als bijeenkomst sprokken en rijden naar een boekhouder. Dat is natuurlijk een heel grote service of iets, een oplossing voor de ondernemer zelf. Wat maakt nu dat jullie dat zo belangrijk vinden voor die kantoren digitaliseren? Waarom vinden wij dat belangrijk? Als je de mensen laat komen 1 keer in de 3 maanden. We hebben nu bijvoorbeeld de btw-aangifte gehad van oktober, om het even praktijk uit te leggen. Maar dat gaat over de maanden juli, augustus, september. Dus eigenlijk ben je bezig met maanden uit het verleden. Ontbreken daar facturen, dan moet je aan die mensen bellen. Je hebt ergens in juli een betaling gedaan. Die mensen die... jullie denken een hele keer een eeuw geleden heel vaak voor die mensen. Kan ik begrijp over natuurlijk. Daar zeker niet van. Maar nu is het fijn en daar is Andy het grote voorbeeld van. En ook alle credits aan Andy. Daar wordt elke dag gescand om 11:30. We weten dan, 11:30 wordt daar gescand. En in de middag werken wij daarbij. Ontbreekt op dat moment iets. Andy wordt daar waarschijnlijk soms helemaal gek van. Maar dan krijgt hij een vraag van ons. En het wordt nu opgevraagd. En vaak gaat het over een betaling van gisteren of vandaag. Dus je bent veel sneller aan het ingrijpen. Dat is 1 een luxe. 2 bij Andy, dat weet hem ook. De bazen hebben daar heel snel, heel graag nu cijfers, waar helemaal niks mis mee is.
Maar bij een conventionele boekhouding zit je altijd terug in dat verleden, terwijl ik eigenlijk perfect vandaag cijfers zou kunnen maken voor hun, tot en met vorige week vrijdag of tot en met gisteren. Ja, en dat is natuurlijk wel heel fijn. En dat gaat eigenlijk heel vlot. Je moet je niet meer druk maken voor openstaande klanten, openstaande leveranciers, want dat is door het jaar zo goed bijgehouden, dat je eigenlijk op dat gebied ook heel veel tijd wint. En je met andere zaken kunt bezighouden. En dat is eigenlijk voor ons een grote plus. Absoluut. En denken jullie dan dat er nu met de uitbraak van de crisis, of met de uitbraak van COVID, dat er een soort van versnelling is gekomen op die digitalisering bij jullie ondernemers? Ja en nee. Je hebt nog altijd twee groepen. De groep die heel ontvankelijk is voor digitalisering, die er eigenlijk al mee bezig was voor het hele COVID-verhaal. En de groep die daar eigenlijk wat terughoudend op is. Ja. Dan, ik ga zeker niemand met de vinger wijzen, maar dan denk ik bijvoorbeeld aan mensen, een schrijnwerker zonder personeel die graag zijn routineke vasthoudt, waar ook alle begrip voor is. Maar we merken wel dat die mens door het hele COVID-verhaal het gemak van de digitaliteit wel sneller ervaren. We hebben bijvoorbeeld geen afspraken meer fysiek op kantoor, omdat dat gewoon op dit moment niet gaat. En dan wordt er eigenlijk gekozen ofwel telefoons ofwel via Vectera. Hetzelfde verhaal als Teams of Zoom of zoiets. Ja. Goed. En dan kiezen die mensen toch een beetje noodgedwongen voor Vectera. Want ja, dat is dan toch gemakkelijker, want dan zie je elkaar. En dan merken we wel dat die ervan staan te kijken hoe gemakkelijk dat eigenlijk allemaal gaat. En dan merk je toch van, we zijn toch zo wat getriggerd van wat kan er toch nog meer. Ja. En op dat gebied, ja, is die groep zo wel wat meer aan het draaien. Maar is het dat wij nu een mega toeloop hebben op al die digitale software? Zo erg is het nu ook weer niet, nee. Je zal soms de indruk krijgen dat het zo 2020 het jaar van de digitalisering zal zijn en dat heel veel ondernemers een beetje verplicht worden om die richting uit te gaan. Maar blijkbaar dan toch heel veel mensen dat zich nog tegenhouden. Ja, maar wij merken dat wel, ook met dat heel Vectera gedoe, dat de mensen inderdaad wel zoiets hebben van goed, we hoeven ons niet meer te verplaatsen om naar de boekhouder te gaan. We hoeven niet meer. Ik heb bijvoorbeeld klant, van locatie gezien, wij zitten in Bree. Ik heb klanten bijvoorbeeld een Paal of een Riemst of vanuit Bree toch wel een stukje. En dan zie je wel die mensen denken van, ik spaar mijn eigen toch wel veel tijd uit op die manier. Dus die klik komt er wel, maar om dan te zeggen van dat zijn ook mensen die direct hup de kaft met de papieren overboord gooien en beginnen te scannen en aan te leveren en, dat mogen we jammer genoeg nog niet zeggen, nee. Dat zou fijn zijn, maar dat komt misschien nog, hè. Jullie kunnen eraan blijven werken in ieder geval. Dat is een werkpunt. Andy, voor jou, je hebt er straks al even aangehaald van je werkvergaderingen, werfvergaderingen is het zeker, of werkvergaderingen? Werfvergaderingen, voilà. Dat je niet meer fysiek kunt samenzitten, maar wat voor andere impact heeft de coronacrisis gehad op jullie bedrijf? In het begin van de eerste golf in maart hebben we dat wel gemerkt, dat wij veel minder prijsaanvragen kregen. Ook dat onze klanten meer afwachtend waren om investeringen te gaan doen en niet meteen toe zouden zeggen voor een contract. Dat is eigenlijk van heel korte duur geweest, moet ik toegeven. En het was eigenlijk wel verbazend dat dat toch binnen een aantal weken, ik denk maximaal een maand, dat volledig zich weer terug ingehaald heeft. Er was heel veel onrust natuurlijk, heel veel bedrijven moesten sluiten. Dus er was heel veel onzekerheid op dat moment. Er was heel veel begrip van onze kant ook wel voor dat mensen geen investeringen doen in een gebouw. Praat je toch wel snel over een paar honderdduizend euro. Als een bedrijf sluit en er komen geen inkomsten, dan ga je daar niet meteen een uitbreiding aan maken uiteindelijk. Zoals begrip voor mij, dat heeft zich eigenlijk heel snel ingehaald. En we hebben onlangs ons boekjaar mogen afsluiten met toch wel een hele mooie omzet. We hebben zelfs beter gedaan dan het jaar ervoor uiteindelijk. Dus dat heeft zich wel teruggedraaid. Maar het was vooral de ongerustheid bij onze klanten. En het ook niet weten van wat gaat de toekomst brengen. Dat we toch wel merkten dat er in eerste instantie een terughouding was van we gaan toch even wachten. Maar dat binnen de maand was dat opgelost en daar merken we nu helemaal niks van. Vinden wij natuurlijk ook voor onszelf ook wel mooi dat klanten ook zelfs in deze tijden dan het vertrouwen in ons bedrijf schenken. Dat ze weten van, jullie gaan het ondanks al die maatregelen die er nu gelden en alle bedrijven die moeten sluiten omwille van dit soort redenen, gaan jullie het toch tot een goed einde brengen binnen de opgestelde termijn. Want dat is waar het vooral bij retail heel erg om draait. Dat het gaat dan meestal om winkels en dergelijke die op een bepaalde dag open moeten gaan. Wij moeten dat realiseren en dat vertrouwen dat we dat krijgen, dat is dan wel leuk, zelfs in deze tijd. Dus vind ik wel een mooie opsteker. En hebben jullie dan ook zo, als je zegt, die eerste maand, merkte wel dat het wat uitbleef, die aanvragen? Heeft jullie team of jullie baas, hebben jullie iets gedaan met Plusconstruct? Omdat dat geeft toch wel een beetje
stress op zo'n moment? Stress. Nu, voor ons was die onzekerheid er ook. Hè. Zoals ik al zei, bedrijven moesten sluiten. Wij kunnen ook alleen maar gebouwen neerzetten als onze leveranciers ons grondstoffen leveren die wij daarvoor nodig hebben. Dus voor ons was diezelfde onzekerheid er. Stress gaf dat ergens natuurlijk wel, omdat je ook niet weet hoe lang dat gaat duren en of dat gaat aantrekken. Mm-hmm. Wij hebben in dat moment eigenlijk besloten van met ons hele team een tandje bij te steken. Net in tijden is dat nodig, omdat wij zelf merkten van als onze klanten gaan afhaken, dan moeten wij ook gaan afhaken en kunnen wij ook ons leveranciers geen bestellingen meer gaan geven. En dan valt de economie eigenlijk voor ons gedeelte al stil. Dus als iedereen zo gaat reageren, ja, dan heb je geen economie meer op een gegeven moment. Klopt. En dan merk je, en dat vond ik heel mooi, niet alleen de bouwsector, maar ook bijvoorbeeld restaurants, dat je echt out of the box moet gaan denken. En in plaats van een restaurant had dan ook kunnen zeggen van we sluiten de deuren. Dan zie je dat die in één keer afhaalmenu's bijvoorbeeld voorzien. Uiteindelijk die creativiteit hebben we dus ook aan de dag moeten leggen van hoe gaan we hiermee om? Hoe kunnen we onze teams op een veilige manier naar de werf krijgen, zodat het verantwoord is en volgens de coronaregels en we alle risico's kunnen uitsluiten. Hoe kunnen we gebouwen neerzetten? Hoe kunnen we onze onderaannemers aansturen? Het is, zoals ik al in het begin zei, ook met digitalisering, het heeft alles met mindset te maken en oude gewoontes doorbreken en gewoon naar nieuwe methoden en werkmethodes gaan kijken van wat kunnen we doen om het toch allemaal klaar te krijgen. Ja, en wat is voor jou daarin misschien het meest verrassende geweest van die digitalisering? Want je zegt wel, oké, het mentale aspect is wel het grootste struikelblok geweest, maar was dat misschien het meest verrassende gedeelte geweest van die digitalisering? Het verrassende is dat toch alle leeftijden gewoon mee op die kar springen en daarvoor openstaan. Uiteindelijk, niet iedereen is vertrouwd met het hele digitaliseringsproces en computers en noem het maar op uiteindelijk. En dat toch iedereen daar spontaan in meegaat en meedenkt, dat is wel leuk. Iedereen beseft het belang er ook van uiteindelijk en dat is het mooie daarvan. Vond ik eigenlijk vrij verrassend, want het zou eigenlijk een vrij technisch aspect moeten zijn van hier is, we gaan vanaf nu het op die manier doen en klaar. En ja, iedereen doet daar gewoon spontaan aan mee en is daar ook enthousiast over. Dat vond ik daar wel leuk aan. Absoluut. En ook alles wat als een beetje digitalisering of technologie is, daar hebben heel veel mensen gewoon schrik van, hè? Omdat ze niet mee kunnen. Maar tegenwoordig is dat ook al heel gemakkelijk opgebouwd, dat het wel heel toegankelijk is. Maar toch blijft dat gewoon iets moeilijks voor heel veel mensen. Hè? Is ook zo, want het voorbeeld wat Sarah in het begin aanhaalde, Yugi was er al toen ik begon. Ik was het gewoon om zelf facturen in te boeken, gewoon boekrekeningen toe te wijzen, factuurtje per factuurtje. We zien Sarah zo heel mooi lachen van ik heb er mijn werk mee gehaald, toch wel een switch gemaakt. Ja, maar dat is ook bij de meeste ondernemers wel zo. Bij u was dat ook, hè? Ik had Andy was dat heel gewoon, had. Voilà. Andy is een hele eigen controlefreak. Voor ons is dat geschenk. Nee, maar dat is zo, hè? Maar voor ons is dat geschenk, hè? Echt waar. En voor ons kun je het niet beter hebben als iemand die dat zo fel heeft. Dat is gewoon luxe, aan onze kant dan. Maar dan merk je inderdaad dat je gewoon even die klik moet maken om dat los te laten van die kaft met die papieren factuur waar een nummertje op staat. Heel dom, hè? Want je zou denken, allee, maar toch is dat eigenlijk, als je vanaf het moment dat je dat kunt loskoppelen, zit je eigenlijk vertrokken, hè? Nu, dat had ik wel heel snel, die klik. Ja, dat is zeker. Je scant een factuur in en het was klaar. Ik had zoiets van, dat bestond voor mij eigenlijk niet. Uiteindelijk, vroeger kwam een factuur, moest ingeboekt worden, dat ging in een map, werd genummerd. Op het einde van de maand kwam dan de boekhouder langs en werd dat factuurtje per factuurtje nagekeken of dat allemaal juist geboekt was en dergelijke. En nu scant je het in en je bent klaar. Ik vond dat heel angstaanjagend om dat los te laten. Maar dat is iets want ik spaar mij daar 10 tot 15 uur per week mee uit, denk ik. Als ik kijk naar het aantal facturen dat wij hebben. Dat is mooi, dus dan denk ik ook van, wat deed ik dan vroeger? Hè? Ja. Dat is ook weer zo die mindset, dingen los kunnen laten, op een nieuwe manier denken en daar ook op vertrouwen. Ja. Ik ben dan, zoals ze zegt, snel, dat is wel, ik ben dan een controlefreak, zoals ze zei, dus dan was dat toch stiekem kijken van hoe is het dan gebeurd. en dan zien van het zit goed en één keer dat je dat dan weet, dan laat je dat van alleen los. En als je dan die 15 uur op een week vrij hebt, hoe vult je die nu dan in plaats van facturen uit? Mijn baas is daar heel inventief in, die wordt automatisch ingevuld. Zoals we zeiden, we hebben een hele mooie omzet gedraaid in ons afgelopen boekjaar. Het is ontzettend druk, dus die tijd werd heel snel opgevuld door andere activiteiten. Ja, ik krijg mijn tijd. Meer tijd om koffie te drinken. Ja, voilà. Zeg, je haalde daar net aan van even dat loslaten, dat zien van ineens scan ik dat en het doet zijn ding. Was wel een beetje moeilijk. Was dat het grootste pijnpunt in het digitaliseringsproces? Of heb je nog andere momenten dat je dacht, toen dacht ik ook even in het begin of midden, ik weet het niet, dat je dacht, dat vond ik toch
echt aanpassen? Nee, voor mij persoonlijk was dat het enige ding. Je boekt het niet zelf. Het wordt gewoon ingescand en je moet het daar dan bij wijze van spreken loslaten. Ja. Je hebt er natuurlijk achteraf nog controle over en zo. Maar vroeger deed ik het hele proces zelf. Dus voor mij was eigenlijk dat het grootste pijnpunt in het digitaliseringsproces van ja, dat is een deel van mijn job. En ik hoef dat deel eigenlijk niet meer te doen. Ja. Raar. Fantastisch dus. Dat was naderhand toen ik dan wist, oké, het zit goed. Dan kun je dat pas loslaten, maar inderdaad fantastisch. Heerlijk. Zeker als je niet de boekhouder bent natuurlijk. Ja. Nu, Sarah. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat boekhouders toch echt wel de steunpilaren worden voor al die ondernemers. En een beetje de noodlijn ook worden voor heel veel ondernemers. Hoe heb jij Andy kunnen helpen in deze periode? Hebben we u echt moeten helpen? Ik denk dat eigenlijk bij Plusconstruct heel goed meeviel, omdat je wel intern een heel goede structuur hebt, mag ik wel zeggen. Ja. Ze hebben dat zelf heel goed onder controle. Dat is ook geen kleine structuur meer. Eigenlijk zijn ondertussen allemaal wel volk. Hebben we u daar zo hard in moeten begeleiden? We hebben in het begin inderdaad, ook zoals we met alle andere ondernemers hebben gedaan, het hele verhaal van de coronasteunmaatregelen, dat hebben we natuurlijk wel een beeld gebracht, zoals iedereen, maar eigenlijk op het gebied van digitalisering hebben we denk ik in het hele corona gebeuren niet heel veel meer gedaan als anders, want eigenlijk stond er al goede pootjes voor het corona gebeuren. Ja, inderdaad, het Yuki gedeelte en ook alles is mooi kunnen blijven doorlopen, dus op zich, ja, dat is eigenlijk wel zeker niet verkeerd. Ja. Eigenlijk was Yuki, het Yuki-platform zodanig goed dat hij hem zo snel had kunnen overtuigen en alles is kunnen blijven doorgaan. Dat is eigenlijk, dat is ook, zoals we zijn gaan verder kijken van softwarepakket, dat was eigenlijk voor ons een verlenging van Yuki, want het enige wat we daar telkens aan hebben gevraagd, als we mensen over de vloer kregen die ons zo'n pakket aanboden, van communiceert dat met Yuki, kunnen we onze boekhouding eraan koppelen uiteindelijk. En dat was eigenlijk het enige punt wat we hebben, maar Yuki was voor ons wel het startpunt van kijk, zo kan het. Dus je kunt inderdaad af en toe iets inscannen en het komt goed. Dus dat is een verlenging van... Ja. Van er zijn deel overnames geweest bij jullie, hè? Ja. Dat is ook allemaal rechtstreeks, hup, Yuki in. Dat was daar niet een vraag. Moeten we het conventioneel doen of gaat het via Yuki? Dat was al direct de eerste vraag. Dat moet wel een Yuki. Ja, dat was zelfs geen vraag. Dat was eigenlijk allemaal heel snel heel goed gekozen. Dus dat liep ook eigenlijk allemaal vrij gestroomlijnd, hè? Ja, dat hebben we inderdaad nu voor al onze vennootschappen. Ja. En voor jou dan, Sarah, waar heeft jou het platform echt kunnen helpen tijdens de crisis? Ik kan me inbeelden dat het een heel groot verschil is als iedereen de papieren binnenbrengt of het effectief via het platform doet. Het grote verschil, heeft dat nu te maken met daarom per se de corona of niet? Het is inderdaad wel zo, de facturen die de eerste golf van de corona binnenkwamen, moesten 72 uur in afzondering bij ons op kantoor. Dus die kwamen binnen, die waren 72 uur gestockeerd in het archief in een doos en dan mocht je niet pas bij ons komen. Maar wat natuurlijk wel vervelend was, want je hebt al maar 2 weken om bijvoorbeeld de btw-aangifte te doen. Ja, je moet er al 3 dagen van aftrekken dat jij gewoon het archief liggen te liggen, want daar komt het wel op neer, je kunt er eigenlijk niet aan. Terwijl uw Yuki, ja, maakt niet uit wie er aan de andere kant achter heeft gezeten. Je kunt gewoon doen wat je de bacteriën gaan niet mee. Ja, dat maakt allemaal niet zoveel uit, die bacteriën blijven toch aan die kant. Dus wij konden gewoon ons ding doen en daar merk je dan dat uw werkdruk gewoon hetzelfde blijft als altijd. Terwijl met die conventionele boekhouding was dat wel een probleem, want die moesten eigenlijk dan zeker ten laatste de 10e, 12e binnenkomen. Voordat de 20e zeker afgewerkt te hebben, omdat je met die 3 dagen speling daarop zat. Maar ja, voor sommige mensen, dat uitgelegd krijgt dat je wat vroeger moet binnenbrengen. En was dat natuurlijk wel een probleem. Dus voor ons was dat zo wel echt schipperen en zoeken. En op die 2 weken een aardige planning naar boven halen. Om dat toch allemaal op tijd buiten te krijgen. En dan is Yuki natuurlijk wel een heel groot gemak. Hè? Ja, ik had er ook zo totaal nog niet bij stilgestaan eigenlijk. Inderdaad, die papieren facturen die je binnenbrengt bij de boekhouder, moeten nu inderdaad 72 uur in afzondering staan. En die kunt je nog niet aanraken. Eigenlijk wel heel vervelend voor ons, want je ziet dan wel die dat werk binnenkomen en dat ligt eraan, je mocht er niet aankomen. Hè? Ja, dat is zo heel gek. Zo, je wilt wel verder werken, maar het gaat niet. Ja. En dan begint je dat zo wel warm te krijgen richting de 20's en dan denk je oei. En dan is Yuki natuurlijk heel gemakkelijk. Hè? Je doet dat 's morgens op om 10 uur, om 2 uur 's middags. Maakt niet uit. Je kunt daar altijd constant in bezig zijn als je dat wilt. Hè? En dat is daar wel heel gemakkelijk van. Ja, en je hebt gezegd van ja, we hebben Plusconstruct niet echt heel hard moeten helpen, want die waren er heel snel mee weg en dat ging eigenlijk al vlot voor de corona. Hoe zit dat met de rest van de ondernemers waarvoor die moeten werken? Hebben die een serieuze inhaalmanoeuvre? Op gebied van digitalisering bedoelt jij?
Ik kan alleen even over mijn klantenportefeuille spreken die ik dan begeleid. Dat valt eigenlijk wel relatief goed mee. We merken wel dat er veel meer facturen, dat is nu niet in Yuki, maar buiten Yuki wel digitaal aangeleverd werden. Daar heb ik wel gehad, veel meer mensen die het via mail stuurden. Gelukkig, voor ons gelukkig dan natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, als het conventioneel moet gebeuren, moet je bij ons beginnen te printen. En dan moet er nog wel een kaf gestoken worden. Dus het vergemakkelijk niet. Maar je merkt wel dat veel mensen zoiets hadden van... Ik blijf ook wel graag bij de boekhouder weg. We hebben dat omgekeerd met die facturen aan 72 uur. Mm-hmm. Maar je merkt ook wel dat zij zoiets hadden van... Ja, als ik daar nu niet per se moet komen, dan hoeft het ook niet per se. Dus boekhoudingen die middelgroot, klein middelgroot waren, ja, er werd wel veel meer digitaal aangeleverd via mail ingescand. Dat wel. Ja. Dat heb ik wel gemerkt. Oké. Okay. Ja, en ik kan me zeker voorstellen, die 72 uur, mezelf kennende, ik kijk daarna, want ik denk dat hetzelfde is, dat is de dag van te horen, stress, alle bonnetjes gaan zoeken, dus 3 dagen ervoor, dat is inderdaad een impact voor ondernemers. Ja. Uiteindelijk, vaak als het nu bij regel van bijvoorbeeld de 17e oktober nog binnen zou komen, is dat de 20e nog klaar. Dan zorgen we wel dat de 20e klaar is. Maar ja, als je bij de 17e 3 dagen moet bijtalen nu, begint dat al zeer krap te worden. Nou, om niet te zeggen bijna niet bestaande. En dan maakt dat natuurlijk, als er zo verschillende op een dag komen, dat het wel heel snel de 20e is. Hè. Mm-hmm. Dus dat zijn late dagen geweest voor jullie. Ja. Je krijgt dat allemaal wel georganiseerd, maar dat is een andere manier van werken. Hè. En veel meer stress ook. Allee, het is al veel stress voor boekhouders om dat altijd te doen. Ja, het is gewoon heel anders. En weet je, voor ons is dat heel logisch, want wij zien die facturen binnenkomen en wij zien die er 72 uur staan. Maar als klant, je geeft dat af en je stelt je daar op dat moment ook niet zo heel veel vragen bij. Wat ik perfect begrijp, want ja, die geven dat af en voor hen is dat oké. Dat snap ik ook, want zo zou ik zelf ook zijn. Maar dan komt er nog 72 uur achter en dan zijn er nog zoveel klanten die daarbij komen. En ja, dan is dat gewoon een andere manier van werken. Zoals wij gewoon zijn, anders pak je gewoon die kaft, hup, gas, klaar. Alle ja, bij wijze van, en dat kun je dan niet, hè. Ja, ik denk dat wij ook gewoon zo zijn, hè. Ja, boekhouding moet binnen, alles binnen. En ja. Het is gebeurd. Het is ja, maar dat is zo, hè. We weten dat er eigenlijk op dat moment nog niks gebeurd is met je boekhouding, maar... Nee, zo is dat ook, ja. Oké. Okay. Voordat we het gesprek gaan eindigen, wil ik jullie nog graag vragen of jullie tips hebben voor ondernemers die daar op dit moment het toch nog even moeilijk hebben met de crisis en hoe dan ze er eigenlijk de moed erin kunnen houden. Sarah, ik zal bij jou beginnen. Of Andy, kies maar zelf. Ik denk dat je, het is gemakkelijk gezegd van mijn kant, hè, maar ik denk dat je vooral heel creatief uit de hoek moet komen. Dat is een beetje wat Andy zegt. Oké, het is nu voorbijgeschreven ondertussen, maar die restaurants met een afhaalmenu's, restaurants met thema-ideeën, ook, ik denk, het visuele ook heel belangrijk is. Van die kleine KMO of retailhandelaars die dan toch via een Facebook en een Instagram zo heel actief aan het gebruiken zijn om via daar toch nog te verkopen, alles te labelen, dat je het kunt afhalen, kunt laten bezorgen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de mensen je niet vergeten. Ja. Mm-hmm. En ik merk, mijn ondernemers die daar relatief goed op inzetten, dat die het eigenlijk nog niet zo slecht doen. Ja. Je moet echt on top of mind blijven bij de klanten. Er is een zodanig overaanbod van alles en nog wat op het internet. Dus ja, je moet er een beetje uitspringen. Hè? Ja, inderdaad. Creatief blijven. En zoals ik al zei, wij steken een tandje bij. En dat is de beste raad die ik iedereen kan geven. Van blijf ervoor gaan. Als bedrijf stilvalt, dat is een kettingreactie die je teweeg brengt. Je moet je ook onderscheiden van anderen. We hebben laten zien van kijk, wij werken door... Dan wordt een dank afgenomen. Daardoor kunnen we onze leveranciers ook bestellingen kunnen blijven bezorgen. Die ketting proberen wij rond te krijgen naar iedereen toe. Dus blijf ondernemen, blijf ervoor gaan. En denk creatief na over van, wat zijn mijn mogelijkheden? En als het op deze manier niet kan, hoe kan het dan op een andere manier? Want er zijn altijd andere manieren. Nee, absoluut. En ook, mensen vergeten niet wat ondernemers of bedrijven in tijden van crisis ook gedaan hebben voor elkaar. Hè. Dat is ook zo. Voilà. Dus inderdaad, dat tandje bijsteken. En voor boekhouders ook. Ja, de ondernemers vergeten niet welke rol boekhouders ook in dat deel spelen. Hè. En je vergeet dat niet snel. Hè. Nee, dat is ook zo. Dus, heel mooi. Mooie woorden om ons interview mee af te sluiten. Dank je wel om tot hier te komen. Om jullie verhaal te komen delen met ons. Wij wensen jullie ongelooflijk veel succes om de laatste loges van hopelijk de coronacrisis... goed te kunnen doorwateren. Dank je wel. Dank je wel. Tot ziens. Dag.